Mike Antonius is vanmiddag benoemd tot directeur van Telesuur. Dit gebeurde tijdens een werkbezoek van minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie aan het telecombedrijf. De minister overhandigde Antonius zijn beschikking tot directeur in aanwezigheid van staf van OWTNC en de directie van Telesuur. De benoeming tot Telesuur-directeur is met terugwerkende kracht tot 2016. Antonius is 2 jaar geleden belast met de waarneming van het telecommunicatiebedrijf. Volgens hem is de benoeming een aangename verrassing, omdat de minister was uitgenodigd voor een formeel werkbezoek aan Telesuur. De directeur zegt dat het bedrijf een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van Suriname. Dit gebeurt door de telecom-infrastructuur te upgraden, waardoor een betere dienstverlening geleverd kan worden. Antonius is blij dat hij die waardering krijgt. Het stemt me natuurlijk wel goed dat wat ik doe met mijn team, dat dat gewaardeerd wordt. Maar voor mij betekent het een stuk vertrouwen. En daarbij timmeren we verder aan de weg met alle stakeholders. Wat het verandert is natuurlijk een status. Een status in terms of een vaste aanstelling. Maar aan mij persoonlijk verandert het niets. In die zin dat ik met mezelf de perspectief verder aan de weg timmer samen met ons team binnen Telesuur. Minister Patrick Pengel geeft aan dat de benoeming van Antonius al een tijd gepland is. De voordracht is gedaan door de RVC en goedgekeurd door de Raad van Ministers. Sinds de heer Antonius waarneemt, ook de vertegenwoordiger van de aandeelhouder zich altijd heeft laten informeren, dus de president. Door de president-commissaris en ik heb de voordracht gedaan aan de Raad van Ministers op aangeven van de Raad van Commissarissen dat de heer Antonius in de afgelopen 2 jaar zich dusdanig heeft geprofileerd, heeft geperformed en als geschikte kandidaat is bevonden door de Raad met goedkeuring van de president als vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Om het roer over te nemen, meer in permanente zin. En daarom heb ik als minister dus het voorstel naar de Raad gebracht. En de Raad heeft het volgaande goedgekeurd. Dat ook met betrekking tot de continuïteit, dat er ook binnen het bedrijf rust is, is het heel erg belangrijk dat de waarnemend directeur zijn benoeming geformaliseerd werd. En we hebben vandaag dus uitgekozen, als een soort verrassing voor hem, om vandaag zijn contract formeel te ondertekenen en te overhandigen. Maar het is wel met terugwerkende kracht naar 1 januari 2018. Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC. Wij spraken hem vanmiddag op het Telesuurcomplex aan de Van het Hooghuisstraat in verband met de benoeming van Mike Antonius tot directeur van het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesuur.